Ik ben afgereisd naar Eindhoven. Ik ga bezoek brengen aan een sushi tent Mint. Hartje Eindhoven. Het weer is drama, maar ik hoop dat het hier in de keuken goed is. Nou, sushi wordt ook heel veel gegeten tegenwoordig. Maar ja, wordt de sushi ook uit de schone keuken gegeten? Dat is heel belangrijk. Dus ik vol goede moed naar binnen, de grote trap op naar boven. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben Rob. Met mijn vlas aan. Ik zeg, mogen we een kijkje nemen in het restaurant, maar ook in de keukens. Nou, toen denk ik eigenlijk 3 stappen naar voren en dan zie je eigenlijk al gelijk een kok lekker bezig met de sushi. Dus je rookt eigenlijk de versheid van de producten. Hé, maar het ziet er mooi uit. Lekker fris en fruitig. Dus je kan hier voor de lunch eten en voor het diner. Ja, klopt wel. En hier wordt de sushi bereid? Ja, wij doen elke dag zeg maar, de kok gewoon zeg maar, vers maken. Dat ziet er leuk uit. Nou, dan kijk je om je heen en dan zie je een mooie entourage van het restaurant. De uitstraling belooft veel. Ik ga even mijn witte jas aantrekken. Ja. En dan ga ik eens even een kritisch rondje lopen om te kijken of die hygiëne echt top is. Ja, stel ik houd de vraag, kan de jas aan? Nou, dus, we hebben geen geheimen. Dus de witte jas is aangegaan en dan ga je eens kijken hoe de sushi nou echt bereid wordt. Alles is mooi gecodeerd, hè? Belangrijk. Sushi is natuurlijk, je kookt hem echt met hele verse producten. Het is wel leuk om te zien dat mensen kunnen zien hoe dat gemaakt wordt, hè? Ja, klopt. Ja. We hebben geen geheimen. Neem aan dat je nog een grote keuken hebt. Ja. Nou, laten we daar eens even kijken. Ja. Nou, uiteindelijk kom je dan in de keuken terecht en dan denk je, wow, dat is een behoorlijke keuken. Kijk, dat is een grote keuken, hè? Ja, keuken. Dan zie je ook weer koks qua persoonlijke hygiëne weer prima aan het werk. Hé, hey, persoonlijke hygiëne is ook belangrijk, hè? Ja. Nou, de koks zien er netjes uit, hè? Is verzorgd, hoofddeksel op, heel belangrijk. De een was lekker aan het wokken, de ander was aan het snijden. Dan loop je rondje door de keuken en dan denk je, ja, het ziet er wel lekker uit. Ook die woks, allemaal mooie RVS-platen erachter. Mooie keuken, hè? Mooie RVS-achterwanden, ja. Assa-kappen. Ja, hier gebeurt het, hè? Wat maken jullie hier klaar? Hier maken allemaal warm gerechten. Oké, dus je kan hier zowel sushi eten als warme gerechten? Ja, klopt. Ja, ik zie hier nog een saladière. Ja. Zo'n mooi product, hè? Ja, die voor de teppanyaki gerechten. Zo'n plaat, hè, waar dan eigenlijk een soort koeling ervoor stond met allemaal verse producten. Allemaal op de plaat? Ja. Dus dan maakt hij alles lekker op de plaat klaar en dan... Dat is meestal goochelen, hè, showtje. Nou, daar ben ik nog de grote koeling in gegaan. Koeling? Ja, hier is de koeling. Even kijken hoe daar met hygiëne wordt omgegaan. Nou, en dan zie je ook in de grote koeling zie je gewoon dat er gestructureerd wordt gewerkt. Nou, dat is ook weer belangrijk, hè, dat je alles, je koeling qua structuur goed indeelt. Het is wel een klein tipje gegeven om echt alles van de vloer te halen. Ik zeg altijd, die zijn kratten, dat kan er wel, maar liefst geen product op de vloer. Maar alles afdekken, dat doe je ook netjes. Hé, maar het is een leuke keuken hoor, als ik zo kijk. Hebben jullie ook registratielijsten, temperatuurlijsten die je bijhouden? Uiteraard naar registratielijsten gevraagd. Wij doen elke week invullen. Ja, in het Chinees, hè? Nou, die hadden ze natuurlijk ook netjes bijgehouden. In het Chinees, dus ik kon niet echt heel goed checken of het nou, wat voor producten ze nou hadden gecheckt. Ik heb geen idee wat ze getemperatuurd hebben, maar het zal wel uit te kloppen. Maar ik zag wel de goede datums erbij staan. Streepje erboven, een klein figuurtje zo. Ongelooflijk, moeilijk, hè? Moeilijk voor ons. Ja. Ja. Maar wel goed dat je erbij houdt, hè? Ja. Ah, voor de rest zag het er gewoon lekker uit en dan verdien je gewoon de keuze voor op keus. De keuken ziet er goed uit, hè? U houdt de punten goed bij. Dus we gaan beneden mooi het keurmerk opplakken. Ja. En dan kan iedereen zien dat ze hier op een verantwoorde manier sushi kunnen eten. Nou, dan gaan we een mooi plekje geven. Zo. Nou, hartelijk gefeliciteerd. Ja, ik ben trots blij van de keuze van de huis.